wie is het beste in bed? Ik dacht serieus, wow, what the fuck, zij is echt een lekker ding, weet je wel, echt zo'n jongensding. Zo van... Oké. Lekker, lekker feesten. Doe jij de intro? Ja. Hi. Hallo allemaal. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van deze knuppel. Ja, jongens en meiden, welkom weer terug bij een nieuwe video. Joetje en ik zijn samen vandaag. Doe die zak weg. Nou! Nee! Het is een hele lange tijd dat Joetje en ik voor het laatste video opgenomen hebben, want dat is natuurlijk logisch, toch? Ja. Maar in ieder geval, wat wij vandaag gaan doen, wij gaan vandaag onze allereerste Q&A doen. Ja, we hebben dat samen nog nooit gedaan en we hebben dus op Instagram gevraagd aan jullie van hey, stel ons vragen over ons twee. En dat hebben jullie massaal gedaan, want er waren iets van 5000 reacties. Dus ja, helemaal top. In ieder geval, ben je een beetje klaar voor de Q&A? I'm ready, Teddy. Ja? Laten we maar beginnen bij de eerste vraag. Ik ga mijn Instagram erbij pakken, want ja... Ah! De eerste vraag is, waar erger jij je het meest aan mij? Oké. Okay. Laat me even nadenken. Oh, oké, ik weet het. Als ik ergens over wil praten, dan denk hij altijd dat ik het slecht bedoel. Dat je het slecht bedoelt? Ja, als ik serieus wil praten, dan denk ik dat ze boos is. Dat ik gelijk negatief bedoel, maar... Ja. Nee! Altijd als zij een heel serieus gesprek wilt aangaan over iets, dat ze boos klinkt of dan zo. Wilt hij gelijk, dan is het gelijk, stop, ho, ruzie! Ja. Oh, waarom gelijk gezegd? Dan denk ik dat ze boos is inderdaad, maar dat is dus bijna nooit zo. Ja. Wat is jullie awkwardste moment samen? Ik weet wel, ja, ik weet niet. Ik denk dat het voor mij is dat het begin dat ik met jou zoende, dat ik het niet durfde met mijn tong. Of dat jij... Oké, dit klinkt heel stom, maar dat met tong vond je altijd raar om te doen of zo. Oké, dit is heel intiem. Ja? Ja, jij vond het... Oké, gadverdamme. Nee, ja, jij zoende niet als ik. Op het begin. Dus we moesten en ik niet als jij. We moesten aan elkaar wennen met zoenen. Ja. Vond je het niet awkward? Ik heb niks awkward gevonden met jou. Ik weet het! Wat ik awkward vond. Wat? Toen was het uit. Ja? En toen liep jij langs mij in de club en ik draaide me echt zo om van... En ik weet niet waar jij liep. Kijk, een vriendin van mij zei... Oh, hij komt eruit. Oh ja. Swirl! En toen liep hij langs. Ja, in de tijd dat het uit was, waren we best wel bitches tegen elkaar. Hoe vond je de eerste keer toen je met mij zoende? Ja, wel lekker. Ja? Ja, dat was in een gangetje. In en ik stond echt een half uur op haar in te praten van zoen me. Dat was legit anderhalf uur. Ik was dronken, dus ik zei zoen me. Ik was echt zwaar dronken gewoon. En ja. Wij probeerden echt zo smooth me zo naar hem toe te trekken en ik zei... Nee. Ik dacht echt zo, kom. En ik was zo van... En toen was ze van... Ja, jij deed zo. De volgende vraag is, willen jullie nog steeds met elkaar samenwonen na de break-up? Ja hoor. Ja? Ja. Want? Vind je het lijkt me leuk? Ja. Lijkt me fijn, lekker samen. Ja, mij lijkt natuurlijk, ik wil het nog steeds. Want ja, het is nu niet ineens dat het uit is en dat het weer aan is, dat we het nu ineens niet meer willen. Dat zou een beetje raar zijn. Tja, er is veel shit gebeurd, maar ik bedoel, natuurlijk willen we dat nu nog steeds. Anders neem je niet weer een relatie meer met elkaar. Hoe ziet jullie toekomstige huis eruit? Ja. Ik heb daar een foto van wat ik op het oog heb op dit moment. Maar dat moet nog gebouwd worden in Rotterdam. Wacht, ik laat nu de foto in beeld. Dit is het gebouw wat gebouwd gaat worden, waar ik dus heel graag in wil wonen. Ja, maar straks gaat iedereen daarin wonen. Nee, dus dit lijkt me super mooi. En de binnenkant gaat YouTube waarschijnlijk allemaal doen, ja, want daar heb ik niks over heel... te zeggen. Modern. We komen nu bij een opdracht en dat is doe het voor hoe jullie allereerste Zoom, waar we het dus net over hadden, ging. Oké. Komt nu in beeld. Oké, het komt nu. Nou, de eerste keer. We stonden dus al de hele tijd zo. Jij stond zo. We stonden zo. Ik stond een beetje zo dronken zo. Ik stond zo en jij pakte de hele tijd mijn handen vast. Ja, ik pakte de hele tijd de handen vast. Zij ging de hele tijd met haar hoofd zo weg en het was al de hele tijd zo hard to get spelen. En toen zei ik nee, ik ga. Toen trok ik dit was echt... Lekker hoor, porno. Onze intense zoomscène. Duktan vraagt, wie is het beste in bed? Sorry. Ik wist het. Dus jij mag het antwoorden, Joetje Tielemann. Ga ervoor. Beantwoord jij het maar. Ga ervoor. Jij mag het beantwoorden, Tielemann. Ik stik niet. Jij mag het beantwoorden. Nee, ik wil dat jij het zegt. Je bent gewoon echt een wilde tijger. Echt een wilde tijger. Oké, dit was heel awkward, ja. Sorry, zullen we even uit beeld lopen? Kom, loop even uit beeld. Nee, niet. Oké. Een vraag. Wat is de favoriete foto van elkaar? Dus wat is jouw favoriete foto van mij en wat is mijn favoriete foto van jou? Oké, wacht. Ja, ik had de laatste laten zien die ik zelf had gemaakt, maar nu heb ik wel een nieuwe, denk ik. Alleen ik weet niet of ik die in beeld mag laten zien. Oh my god.
dat. Mag ik dit niet in beeld laten zien? Ja? Nee, ik heb hem. Ik heb sowieso 100% mijn favoriete foto nu. 3, 2, 1. Dit. Nee, is dit mijn favoriete foto? Oh, daar ben ik echt skinny boy op. Helemaal niet! Jongen, check deze foto van jou. Dit is echt... Dit is voor de Hunkemuller collectie shit. Ik vind deze echt fucking mooi. Oké, dit is een klassiekertje. Lieke Heijs zegt... Ruil elkaar van kleding. Ah, ze gaat expres uit beeld omdat ze anders naakt in beeld staat. Oh, zo! Diete. Zo. Oké, dit is een mannentrui dus blijkbaar ook. Dus het boeit eigenlijk helemaal niks. En kijk, haar staat het ook gewoon leuk. We kunnen ook gewoon elkaars kleding dragen. Alleen de schoenen moeten anders. We hebben nu onze kleding gereld. Kijk, behalve de schoenen. Maar ja, het staat wel oké. Making myself crazy. Ze ziet een vraag. Oké, nu ben ik ook benieuwd. Wat is de vraag? Heeft Gio een grote... Nou, oké. Ik bliep dit. Ja, jullie mogen zelf gaan wat het antwoord is. Joetje mag het antwoord geven. Ik zag hoeveel centimeter is. Hij is, geloof ik. Ik wil het hier niet over hebben. Wat de fuck is dit? Toen had jij gemiddelde lengte, grote lengte en nog een lengte. Maar echt. Oké, ik bliep wel alles eruit, ja? Helemaal top. Ineke vraagt, sturen jullie wel eens pikante foto's naar elkaar? Nou, gewoon een beetje sexy wel, maar... Ja, een beetje lingerie foto's. Ik stuur altijd lingerie foto's naar jou. Nee, maar... We sturen nooit foto's bijvoorbeeld met tepels naar elkaar. Nee, naakt nooit. Nee. Dat doen we echt of niet. Of vaagstel. Maar pikante foto's, ja. Komt er nu één in beeld van Joetje? Nee! De volgende vraag is, zagen jullie elkaar nog vaak toen het uit was? We hebben elkaar denk ik anderhalve week niet gezien. We hebben letterlijk elkaar... Nee, anderhalve week is het niet eens. Nee, volgens mij hebben we elkaar in de break-up serieus gewoon 3 dagen voor het langst niet gezien. Het was echt heel... Ja, het klinkt misschien heel raar. Maar we konden echt gewoon niet zonder elkaar in die break-up. Ik ging gewoon nog steeds elke keer naar YouTube. Elke keer ging ik naar de tour. En we hebben ook nog bij elkaar geslapen en... Ja, eigenlijk best wel veel, alleen in het openbaar was het echt heel ongemakkelijk om dat te doen. Dus ik wilde ook niet graag in het openbaar komen en daar gezien worden. Ja, ik wilde nooit met YouTube. Ik schaamde niet zo dood dat hij met mij was en dat voelde ik echt. Ja. Dat deed echt pijn. Omdat ik het dan fucked up vind tegenover mensen die mij dan zagen van, ze zijn weer samen. En dan zouden er allemaal roddels en shit voorkomen en daar had ik gewoon geen zin in. Wow, dit is een goede vraag. Zou je liever 1 jaar nog met elkaar leven, maar dan doodgaan? Of voor altijd nog leven, maar nooit meer elkaar zien? Oh, die is moeilijk! Zo! Dus of 1 jaar... Wow. Gewoon dan kan je elkaar nooit meer zien en dan leef je toch oneindig. Maar dan vind je misschien wel... Dan zou je op je 19e en ik op mijn 20e doodgaan. Nee, maar we zouden nog zoveel goede dingen kunnen doen voor deze wereld. Nee, dus dan zullen we gewoon samen voor dat tweede gaan dat we altijd blijven leven. Maar dan kunnen we elkaar nooit meer zien. Weet je hoe kut dat is? Ik kan letterlijk geen antwoord geven op deze vraag. Nee, sorry. Wat was het eerste dat je dacht toen je elkaar tegenkwam? Ja, dacht je dat? Het eerste wat ik dacht toen ik jou tegenkwam, ik dacht echt van... Wacht. Wrijf je ogen uit. Is dit echt... Is zij serieus? Ik dacht serieus van wow, what the fuck. Zij is echt een lekker ding, weet je wel. Echt zo'n jongensding. Zo van damn. Echt een lekker wijf. Nou. Ja, dat dacht ik serieus. Dat klinkt echt heel vies eigenlijk, maar dat dacht ik wel. En jij? The fuck. Ja, het is sowieso wel eerst een what the fuck gevoel van mij. Kijk, we hebben elkaar ontmoet in een club. Ja. En G was toen helemaal upcoming bij ons op het eiland. Ja. Maar ik wist niet wie dat was. Dus hij stond in de club. En toen zag ze mij. En ik dacht, ik wil wel een schijntje met jou delen. Ik wil wel een schijntje met jou delen. En dan komen we alweer aan bij de laatste vraag. En dat is, maak een goals foto samen. Oké, dit is een beetje apart misschien. Maar ja, we gaan het proberen om te maken. Dat is haar specialiteit. 3, 2, 1. Klik. Oké. Was dit goals? Ik weet het niet. Oké, dit was echt totaal geen goals. Dit was echt kut. Nee, maar dat zie je wel. Oké, kom nu in beeld. 3, 2, 1, ja. In ieder geval, jongens en meiden, dit was alweer onze eerste Q&A. Als jullie nou willen dat ik vaker een Q&A met jullie opneem... Oh, sorry. Oh mijn god. Ja, laat het dan zeker achter in de comments. YouTube heeft ook een YouTube kanaal, dus abonneer daar nu op. Staat in de beschrijving, sorry ik zit bij iets. Het spijt me zeer. Dus abonneer daar ook op, want ze moet even naar de 100.000 abonnees. En dan zeg ik nu, bedankt voor het kijken. En houdoe! Later! Woehoe!